Het bestuur van de Rekenkamer van Suriname heeft zijn opwachting gemaakt bij president Chandrika-Prasad Santokhi. Het staatshoofd is overtuigd van de immense taak en verantwoordelijkheden van de Rekenkamer. Hij benadrukte een professionele rekenkamer te willen met voldoende capaciteit. Rekenkamervoorzitter Paul Brandon gaf tegenover de communicatiedienst Suriname aan wat de aard van de ontmoeting is geweest. In feite is de aard van deze ontmoeting geweest dat we in eerste instantie zijn komen kennismaken met de president. En we hebben daarbij direct gebruik van gemaakt om een aantal hete hangijzers die spelen in de samenwerking met de overheid te bespreken. Want anders zou het zonde zijn. Dus dat was de essentie van de meeting. Er is in de loop der tijden, voordat de nieuwe wet geslagen is, is er een groot verloop geweest van personeel die we in de loop der tijden hebben opgeleid, die al een poosje bij ons werkte. En particulieren hebben ze afgesnoept of internationale organisaties hebben ze aangetrokken, waardoor natuurlijk de output van ons daarmee ook terug is gevallen. En het is van belang om dus die capaciteit weer bij te spijkeren voor de wettelijke taak die we nou in die nieuwe rekenkamerwet hebben gekregen om te kunnen uitvoeren. En zowel dus in materiële als in werkers die we nodig hebben, is het van belang om deze capaciteit te versterken. In ieder geval, tot op dit moment en zonder enige negativiteiten te uiten, we hebben decennia lang moeten functioneren onder het ministerie van Binnenlandse Zaken, directoraat Algemene Zaken. En de meeste hoge colleges van staat hebben kunnen resorteren onder het directoraat Algemene Zaken. Dus je was afhankelijk van het ministerie van Binnenlandse Zaken om je financiële aangelegenheden te kunnen doen. En dat bracht ook hier en daar af en toe wat oponthoud in het werken. Dus onafhankelijk waren we tussen aanhalingstekens. Dat is nu met die nieuwe wet tot zekere hoogte opgeheven. Want uiteindelijk moeten wij ook een glazen huis zijn en moeten wij na verloop van een dienstjaar ook wel verantwoording afleggen van gelden die we van de belastingbetaler hebben besteed om het werken van de rekenkamer mogelijk te maken. In ieder geval zijn er in de wetgeving een aantal samenwerkingspunten. Ik noem maar verantwoordingen die moeten worden afgelegd van uitgaven, inkomsten die moeten worden gerapporteerd van de belastingen en andere diensten die moeten rapporteren. Maar zo heb je ook de parastatale bedrijven die onder een of ander ministerie resorteren, die ook verantwoording moeten afleggen statutair. De districtscommissariaten, dus een hele hap van taken die aan ons zijn toebedeeld. Maar je begrijpt, als je dat apparaat niet hebt, dat je dat moet binnenhalen om het werk op een goede manier te kunnen doen. Maar dus verantwoording, de samenwerking met de verschillende financiële diensten, waaronder de KLAT, interne controlediensten. Dat zijn allemaal speerpunten binnen die samenwerking met financiën die van belang zijn. Dus in feite moeten we als het ware getrouwd zijn met elkaar, om het zo plastisch te zeggen.